kunt zelf een versiersel maken. Deze waren maar een euro per stuk. Dan gaan we nu de tafel een makeover geven. Welkom terug op het YouTube kanaal van Action. Mijn naam is Larissa. En mijn naam is Tara. En zoals jullie weten komen de feestdagen er weer aan. En dat betekent heel veel gezellige avondjes thuis. En daarvoor is natuurlijk een mooi aangeklede eettafel ook wel heel erg mooi. En in deze video gaan wij een eettafel makeover doen. Vol met allemaal leuke spulletjes die we bij Action hebben geshopt. Nou, we zijn alvast eventjes naar de winkels gegaan. En hebben daar het een en ander uitgezocht. Dat gaan we eerst even aan je laten zien. En daarna laten we zien hoe we de tafel gaan stylen. Nou, Tara heeft thuis een hele mooie... mooie ronde tafel en hij is donkerbruin van kleur. En toen zagen wij deze placemats, die zijn ook rond. En die hebben een hele mooie schittering, echt perfect voor de feestdagen vonden wij. En deze mooie groene kleur vonden we echt er heel mooi bij passen. Nou, hier hebben we er 4 van meegenomen en deze zijn €2,99 per stuk. Mooi servies past natuurlijk bij de feestdagen en we hebben deze kleur uitgekozen. Dit is het dinerbord Sienna. En het is een hele mooie natuurkleur, een beetje off-white. Er zit ergens een beetje een groen tintje in. Ja. Dat past dus echt super mooi bij die onderzetter. En deze kost €2,99. En dan in dezelfde stijl hebben we ook deze bijpassende kleine mini schaaltjes gekozen. Ook deze heeft weer een beetje dezelfde kleur, dat natuurgevoel eigenlijk. En deze waren maar €1 per stuk. En daar hebben we er 2 van. Nou, we hebben hier ook nog servetten. En deze zijn echt super mooi. Ze hebben een metallic gouden draadje erdoorheen verweven. Heel subtiel. En we vonden het heel erg mooi staan bij het geheel. En deze die kostte voor 4 stuks. Ja. €2,99. Nou, en bij mooie borden moet natuurlijk ook nog een mooi bestekje. Dus we hebben voor deze leuke bestekset gekozen in een zwarte... ja, zwarte kleur. Dus ja, best mooi, wel stoer shiny, staat dat. Stoer inderdaad. Chic. En dit setje bestaat uit 16 stukken en deze is €9,95. Dan hebben we hier een aantal houten vlaggetjes met lettertjes. Dit is de Wooden Tag Bunting. Dus je kunt zelf een versiersel maken met een tekst naar keuze. Die hebben we van de knutselafdeling. Het kost €1,79. En wat wij ermee willen doen is eigenlijk gewoon naamtags of misschien alleen een letter of de volledige naam. Ik denk alleen letter. Ja. En dan dat om je wijnglas heen binden. Zodat je in ieder geval niet kwijtraakt welk glas voor jou is. Dat vonden we wel heel erg cute. Nou, elk jaar ga ik naar de Action als ik weer op zoek ben naar nieuwe fairy lights. Want daar hebben ze altijd superveel soorten van. En ook deze keer heb ik ze weer meegenomen. Dit is gewoon perfect om... sfeer te creëren. Ja, sfeer te creëren. Elk ding wordt gewoon heel erg schattig en leuk als je dit soort fairy lights hebt. Deze zijn €2,50. Nou, dan hebben we hier een set van LED-kaarsen. 3 in totaal in verschillende maten met een afstandsbediening erbij. Ja, dus het is extra veilig, want ze hebben geen vuur. Maar ze geven toch wel eventjes dat sfeertje. Ik dacht dat is wel heel erg leuk voor in het midden van de tafel, ja, toch? Het is ook wel heel erg handig dat er dus een afstandsbediening bij zit. Deze kost €9,95. Hebben we ook nog dit supermooie lid meegenomen. Hij is een beetje champagne transparant van kleur met rose gold of gouden stipjes erop. Glitterstipjes, superleuk. En we hebben dit lint meegenomen om eventueel deze servetten mee op te rollen. Zodat ze niet weer heel snel uit elkaar rollen. En het stond ook wel echt heel erg mooi en feestelijk. En dit was mijn euro. Dan hebben we hier kleine kerstboompjes. Je kunt dit verwerken in zo'n kerstdorp. Maar ook op je eettafel. Door ze gewoon op een feestelijke manier neer te zetten. In het midden denken wij. We laten het straks wel even zien. En dan maak je er gewoon een soort van sprookjesbos van. En je hebt hier 10 stuks voor €2. Dan hebben we hier een set van 6 glazen van Crosno, de Basic Collection. Ik heb hem hier even uitgehaald. We vonden dit hele mooie minimalistische glazen. En ja, het is ook mooi voor op tafel. Dus in een pak krijg je er 6 stuks en de prijs is €2,69. Nou, net zoals met de andere feestdagen heeft Action altijd bijpassend snoep. Dus ook deze keer voor kerst. Deze superleuke, vrolijke kerst. Verpakking van KitKat en dit kan je natuurlijk gewoon zelf op de tafel leggen, maar heel stiekem hebben we het ook gewoon gekocht voor onszelf om lekker te snacken. Dit pakje zitten er 3 in trouwens, kost €1,39. Het is ook wel heel leuk om dat erbij te leggen bij de servet als een soort van, of bij je koffie misschien, kunnen we zeggen vooraf, maar het is misschien juist leuker om bij de koffie te serveren. Ik ga hem eventjes openmaken. Oh, hij is al heel leuk. Dit is een schattige sneeuwman. Ik wil hem eigenlijk even openbreken. Ja, volgens mij zit, je kan niet heel goed zien, maar er zit van die KitKat wafel in. Super lekker en heel erg schattig natuurlijk. Nou, dat waren alle spullen die we hebben geshopt. Dan gaan we nu de tafel een makeover geven.
Nou, we zijn heel erg benieuwd wat jullie van het resultaat vonden. Wij zijn er in ieder geval heel erg enthousiast over. Het ziet er gewoon heel erg chic uit in lekkere natuurtinten. En ja, gewoon heel erg lekker gezellig. Vergeet natuurlijk niet om een duimpje omhoog achter te laten. En laat wat gezelligs achter in de comments. En je natuurlijk te abonneren op het YouTube kanaal van Action. En dan zien we je snel weer in de volgende video. Doei! Doeg!